Goedemiddag vrienden en welkom bij een nieuwe aflevering van Shot in the Dark. Kobe en ik, wij staan hier weer paraat om de mensen te helpen met de zoektocht naar de ware liefde. En hopelijk spat de liefde er vanavond opnieuw af in de Niche Club. Clinton, ja. We gaan zo meteen op zoek naar de vlam van je leven. En we hebben hier een lieftallige vriend. Jij gaat me helpen voor hem een vlam te vinden. Geen probleem, Schim. Heeft hij een beetje een type? Oeh, ja. Ik denk wel een blond meisje of zo. Boom. Alles. Dat is gemakkelijk, alles. Voordat wij beginnen, mocht je eerst blinddoeken. We gaan eraan beginnen, ik volg u. Jij mag dames uitkiezen. Kom. Hela. Moet dat aanhouden, hè? Ik ga je meepakken. Uw mat is aan het zoeken naar een meid. Hier, wacht. Hier, kom mee. We hebben iemand. Die daar? Ja. We gaan die halen, hè. Clinton, we hebben een primeur. Het zijn er ineens 2-1. Dus je mag u laten gaan en een keuze maken. Waar zijn ze? Hier, voor u. Wacht. Noem jij? Jolien. Jolien, wat ben je? 20. Ben jij hier ook? Ja. Wat studeert je? Psychologie. Ben ik iets voor jou? Oké, nice. Waar is de tweede? Nummer 2 is die. Hoe gaat het? Goed, dat met jou. Goed. Wat is je naam? Kiana, wat is jouw naam? Clinton. Wat ben je? Ah, 20. Jong? En jij? 18. Jong? Hey. Ja, man, jong. 2 jaar jonger. Ja, pas niet erg, toch? Ah ja, eerste jaar. Pas niet erg. Gaat je ze allebei meenemen? Kan dat? Dat kan, heel zeker. Voor u kan alles. Maar ik wil ze zien. Ja, zelfs mocht je ze zien. Allee, dan ik neem ze buiten mee. Oké, voilà, goed. Je mag de blinddoek afdoen. Oh, joh. Is deze. Ja. Oké, goed. Jullie twee mogen op date gaan bij jou. Oh, oké. Leuk? Ja, leuk. Ik wens jullie heel veel succes. Wie was er geblinddoekt? Jij was geblinddoekt? Een leuke uitstraling, leuke verschijning. Is je type? Ja. Is hij ook jouw type? Ja, kan. Je bent helaas niet geworden. Vind je het erg? Nee. Je gunt het uw vriendin? Ja, ik gun het haar, super hard. Zou jij hetzelfde kiezen? Misschien wel. Wat doe je graag? Ik voetbal, ik speel drum en zo. Wat doe jij graag? Ik ga series kijken. Gaan we samen series kijken dan? Oh. Ja? Welke dan? Ja. Elite kunnen we samen kijken. Dat is hier al een vlot begin, hè? We hebben ook altijd een challenge. Eén iemand moet een blinddoek opzetten en de ander moet proberen de lippen te stiften van de persoon. Oh, amai. Een goede tactiek. Niet te ver, hè? You're quite gentle with me. Hé, het is dat. Je mag kijken van mij. Ça va. Nee, ik weet op iets. Maar eerlijk? Het is nog redelijk goed gedaan. Let's go. Op ons, hè. Ben je niet geïntimideerd door de oudere meisjes? Nee, ik vind dat aantrekkelijk. We kunnen het laten lukken, toch? Charlotte, we gaan vanavond op zoek naar de liefde van je leven. En jij gaat mij helpen met de match te zoeken voor Charlotte. Wat is haar type? Rijk, veel geld. Oei. En hoe zit je dan aan persoon? Ja, aan de kledingstijl toch wel? Ik ga je meenemen, hè. Goed. Pas op, afstapje. Heb je een plan van aanpak? Gewoon kijken of die lang is, denk ik. En eens ruiken of zo? Of? Ja, misschien wel. Je mag eraan beginnen. Oeh. Hij is wel klein. Hij is groter dan u. Ja, sorry. Nee. Je mag gewoon kiezen, gaat je meepakken of niet? Nee. Ik heb voor u een hele mooie meneer staan. Je mag terug u laten gaan. Hoe oud ben jij? 20. Heb jij baggy jeans aan? Ja, van Carhartt. Ja, prima. Ja, goed. Oké, voilà. Je moet gewoon de juiste persoon kunnen vinden. We hebben ook nog een pikante vragenronde. Welke vraag zou je mij op dit moment het liefst stellen? Zie jij potentieel in mij? Dat kan als ik je beter leer kennen. En op eerste zicht? Ja, kan lukken. Hoe kan ik jou best geil maken? Romantische filmavond, nekkusjes. Meteen. En omgekeerd. Oh. Ik heb
heb jongere siblings thuis. Dan kunnen we dat misschien zien. Hè? Hey. Jullie date is gedaan. Vonden jullie het leuk? Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik vind, als ik mijn mening mag geven, dat jullie wel een eerste klik hebben. Ja, dat vind ik goed. Zeer vlotjes, leuke dame en zo. Dus ja, we zien nog wat dat gaat geven. Hè. Merci om mee te doen. Dankjewel. Was keileuk, heel leuk. Ja, dat was echt een keileuke klik. Ik broed, dat was echt goed. Ja. Blauwe ogen, dat is al goed. Wat studeer je? Handzenuur. Hey, dat is veel geld, hè, later. Maar je hebt wel leuk haar, dus het is oké. Okay. We gaan het meenemen. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Wat moet je eerst horen? Het slechte nieuws. Het slechte nieuws is dat je eerste keuze blijkbaar een vriendin had. Die is er vandoor. Maar het goede nieuws, je tweede keuze is naar een prachtige man. Oh, hij is zo mooi. Dat was het, amai. Dat was een echte oprechte reactie. En jullie twee mogen op date. Op date? Ja. Wat moet je nu zeggen? Je mag blij zijn. Dus nu moet ik kiezen of ik maar op date. Nee, het is al gekozen. Je moet op date. Ik moet op date. Wilt je op date? Ja, zeker. Ja. Was het een jongen die bij haar paste? Ja. Mooi koppel. Wie wil er beginnen? Jullie zijn nog een beetje verlegen. Nee, woon jij in Gent? Nee, ik woon rond Gent. Maar nu van richting. Dit is door marketing. Dat zijn de vragen. Ja, oké. Okay. Ik ga jullie een drankje geven. Dat is enkel. We klinken op de liefde. Oh, zo romantisch. Dat is fucking zoet. Is toch lekker? Je bent niet zo voor zoet. Ça va, ja. Want ik heb een challenge voor jullie. Hè. Ik heb hier snoepjes. En ik heb hier kaartjes met verschillende lichaamsdelen op. Er staat bijvoorbeeld neus op. Dan is de bedoeling dat jij dat op je neus legt en dat jij dat opeet. Navel. Zijn we mee. Wat, hè? Cameraman, telt dat? Telt niet, hè. Ah. Vond je dat leuk? Super. Next. Die wil ik. Dat is toch nog erotisch? Dat is toch zo... Ja. Het is de bond. We hebben even gecheckt met consent. Alles zit goed. Hè? Axel, we gaan zo meteen op zoek naar de liefde van je leven. Heel veel zin? Ja, ja. Of een beetje zin? Heel veel. Oké, dat is goed. Heeft hij een beetje een type? Hij valt op de twee, dus... Een breed spectrum. Daarom. Oké, goed, alsjeblieft. Vind je dat leuk, zo'n blinddoek? Spannend. Ja, Ela, niet spieken, hè? Nee. Je hebt de eerste keuze gemaakt. Ja. Is een goede keuze. Dank het. Voor u staat een hele mooie jongen. Je mag toch vragen stellen, hè? Wat is je naam? Mathies. Hoe oud zit jij? 18. Wat doet je in het dagelijks leven? Ga naar school. En ik ga uit met vrienden. En ja, soms tennis ik ook. En wat denk je ervan? Is goed. Goed, ga meenemen. Ja, is... Je hebt zo'n nummertje 2. Goed? Is goed. Hey! Je moet zingen. Heel goed. Zo vals als iets, maar goed niet. More passion. More passion. Er is nog een beetje werk aan. Een beetje veel. Axel, we zijn uw vrienden kwijt. Allee. Ja? Ah, daar. Ja, ik heb ze gevonden. Ik heb een liefje. Dat is niet goed. Zij heeft een liefje. Ah, hier. Heb jij geen liefje? Nee, ik heb geen liefje. Oké, dat is heel goed. Wat is uw naam? Ik ben René. René. Axel, aangenaam. Hallo. Studeer je nog? Ja. Wat doet je? Rechtspraktijk. Amai. Wat is jouw eerste gedachte? Goed, dus we gaan ze meenemen. Ja, oké. Okay. Pikante vragenronde. Dus jullie mogen alle twee een vraag trekken uit de doos en die aan elkaar stellen. Heb je al ooit anaal gedaan? Nee. Jij? Nee. Hou je van Dirty Talk? Zo ja, wat vind jij leuk om te horen? Nee, ik hou daar niet van. Ik zag u nadenken. Maar ik hou daar niet van. Oké. Okay. Ik ben ook niet echt... Ik heb goed nieuws voor jullie. Het is afgelopen. Het deel voor de camera kan nu stoppen. Wil je met mij op date gaan? Nee. Oh. Ah, nee. Oh. Ik had het gevoel dat die wel samen passen of zo. Maar dat de camera het voor hem heel moeilijk maakte. En dat zij daar ook een beetje...
ongemakkelijk door werd. Maar ik vond wel twee leuke personen. Voor u staan uw keuzes. Je mocht die blinddoek afzetten en een officiële keuze maken. Mag ik mijn vrienden erbij vragen? Even overleg. Wat denk je? Rechts. Kom voor jongen aan. Doe maar. Ik ga voor de jongen. Voor de jongen, oké. Okay. Je bent helaas niet geworden. Vind je het erg? Ik vind het niet erg. En je kunt je ook zo amuseren. Je bent gekozen om op date te gaan. Ja. Ben je blij? Ja. Alsjeblieft. Studeert je? Communicatiewetenschappen. En jij? Toerisme en recreatiemanagement. Gaat je graag op reis? Ja. Ja. Spanje. Ja. Waar ben je? Kokseide. Ik ben van Oostende. Wow. Ja, niet zo ver. Dat is niet zo ver, hè? Nee, inderdaad, ja. Ik heb een challenge voor jullie, maar het is wel een pittige challenge. Jij krijgt erin, kijk, en jullie mogen het bespreken met elkaar. Waar wilt je? Mijn benen. Ja. Ah. Oh. Hoi. Ik heb dat wel goed gedaan. Dank u, dank u. Ja. En nu? Dat was intens. Als je de lotto wint, wat doet je daarmee? Ja, ik ben jou naar de Malediven. Goed antwoord. Zeker. Mogen elke vraagje trekken, de vraag voorlezen en stellen en zelf ook beantwoorden. Zou je ooit een sekstape opnemen? Dat is erover. Weet dat iets voor u en uw partner? Ja. Ik zou dat ook niet doen. Hoe kan ik jouw best heel maken? Door mij aan te raken. Door je uit te kleden. Dat was wel jullie date. Vonden jullie het leuk? Ja. Is er een eerste klik? Zeg wel. Ik vind dat jij zo voldoende babbelt om hem van de ruit te trekken. Want jij bent iets verlegener, hè? Ja. Maar ik vind dat jij dat wel compenseert. Ja. Eigenlijk vind jij mij leuker. Neem jullie drankjes mee. En veel plezier. Dit vond ik echt heel leuk. 10 op 10. Heel leuk. Komen hier een echt sterke duo's vanavond gepasseerd. Sterker dan ons? Baby, nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Wel duo's met veel potentieel. Dat is heel goed. En hopelijk worden er ook echte koppels gerond vanavond. Ik hoop het, maar dat moet eigenlijk wel lukken. Zeker. Salut, tot de volgende keer. Bye. Dus een eerste klik is er wel. Heb je al veel gedronken, Achiel? Ja. Ja. Houdin. Hoe lang duurt het voordat je kan klaarkomen? Wil je graag de date annuleren? Ja. Ja. Ja.